Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We staan hier weer lekker in Piratenland. In de vorige video hebben wij het examen van Rick en Justin gedaan, want die wilden piraatjes worden. Hallo, je zit een paar meter achter mij, man. Ja, Justin, je moet hier rechtdoor. Hier moet je rechtdoor, hè? Nee, ik moet hier links. Justin, je moet rechtdoor. Nee, jij snapt het niet. Justin, je gaat fout. Kijk. Ik wil dat jullie allebei één ding stelen. En degene waarvan ik zeg, oké, dat vind ik het meest waardevol dat ze juist van mij is gestolen. Die wint, oké? Nou, ze waren natuurlijk hartstikke geslaagd als piraten. Uiteindelijk was Rick zelfs beter dan Justin of andersom. Justin beter dan Rick, weet ik veel. Maar in ieder geval, ik zie dat daar ook weer een piraatje zit. We hebben Joris daar, die is me goed in de gaten aan het houden vanuit misschien de DBE. Maar kijk, hij ziet ons ook volgens mij. Hallo Joris. Wanneer verander je Minecraft naam nou eens naar Joris23 in plaats van Wouter23? Maar goed, vandaag heb ik weer een leuke planning voor jullie jongens. In de vorige video hebben we veel chaos gehad met andere piraten. Maar in deze video is het weer tijd om wat te bouwen. Hallo? Ik hoor een zombie. Heb ik een toortje bij me? Joris! Heb jij toortjes of lanterns? Hij heeft lanterns! Ongelooflijk! Ik hoor zombies hieronder namelijk. Kom maar, beesten. Kom dan. Hier. Boom! Doe daar maar eens wat tegen. Nu ga ik je doodmaken. 1, 2, dood. Zo, nu kunnen er geen lelijke monsters meer spannen. Waar ben ik erin gesprongen? Oh, hier. Goed! Zoals ik wilde zeggen, heb ik 2 video's geleden heb ik dit hele omgeving, de hele natuur hier aangepast. We hebben de rotsen, bergen toegevoegd, we hebben de paden aangepast. En het is nu tijd om hier op dit platformpje en op het platformpje hier beneden wat te gaan bouwen. Piratenland heeft al veel. We hebben al 1 boot, we hebben al 2 boot en we hebben al een halve boot daar. Het ding is, ik moet die boot nog steeds afmaken. Ga ik ook doen, jongens. Maar ik heb op het moment even zin om gewoon op het land te werken. We hebben ook al heel veel huizen met houten daken en weet ik wat allemaal. Maar we hebben nog maar 1 oud en verlaten fort. En vroeger in de echte piratentijd was het natuurlijk logisch dat piraten ook allemaal van die kasteeltjes en forten hadden. Waar ze dan hun schatten verborgen en waar ze dan ook heen gingen om te plunderen en weet ik wat allemaal. En het mist hier. Piratenland heeft alleen een oud en vervallen fort. Het is tijd om een nieuw fort te gaan bouwen. Een kasteelfort, weet ik veel hoe je het wil noemen. Ik denk dat het iets meer fort dan kasteel is. Ook al is het een beetje hetzelfde. Maar er leeft geen koning in, er leven gewoon piraten in. En ik heb gehoord van Rick en Justin dat ze liever niet op de boot willen wonen. Vooral omdat ze zeeziek worden ervan. Dus ik denk als ik dit fort gebouwd heb, dat ik dat dan aan een van de 2 nieuwe piraten gegeven. En dan mogen ze zelf uitzoeken wie. Dat is niet mijn probleem. Maar goed, voor nu is het tijd om te gaan beginnen met een prachtige timelapse. We gaan het fort zeker niet afbouwen. Ik denk dat ik wil gaan beginnen met de toren hier beneden. En hem dan vast in ieder geval de outline hier wil bouwen. Dat misschien het pad er zo doorheen loopt. Ik heb al wat steenblokken klaargelegd hier, want een fort bouw je natuurlijk met steen. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd hoe groot het gaat worden. Maar ik denk dat het niet zo heel groot wordt. Het wordt echt geen mega kasteel. Maar goed, laten we beginnen met een mooie timelapse. In 3, 2, 1... Prachtige timelapse en het begin van het fort is gecreëerd. We hebben de eerste toren gebouwd. We hebben de brug gebouwd naar het fort dat hier komt. En we hebben een soort van een outline gemaakt van waar ik het fort wil hebben. Gewoon een soort van korte tekening hoe ik het wil hebben. Ik wil hier een soort van binnenpleintje hebben. Overkapt en al en weet ik wat allemaal. En dan hier het grote... Het fortgebouw zelf een beetje. Dan komt hier nog een klein bruggetje naar deze toren. En dan is dat ook daadwerkelijk de grootte hoe ik hem wil hebben. Laten we heel even hier omhoog klimmen. Want zoals ik al eerder zei, ik wilde hem helemaal niet zo heel groot hebben. Het moet gewoon een redelijk subtiel, simpel, klein fortje zijn. Maar het ding met een fort is, klein is eigenlijk al groot met dingen zoals dit. Kijk, je ziet het is niet heel groot of zo. Maar als je het vergelijkt met gewoon huizen of weet ik wat andere dingen, dan is het best wel een groot bouwwerk al. En ik ben heel blij dat ik dit ga doen. Want een beetje steen toevoegen, dat mag wel tussen al dat hout. En het is leuk ook nu op de achtergrond dat je die kapotte versie ziet. En hier gewoon een normale versie. Misschien heeft die daar ooit wel een beetje zoals deze eruit gezien. Dat weten alleen de eeuwenoude piraten zoals kapitein Bruinbaard. Alleen zijn er nog een paar dingen die ik niet gedaan heb. Die ik wel even moet doen. Dat is hier het pad fixen. Want het pad loopt nog niet helemaal zoals het pad hoort te lopen. Hij moet nog helemaal hierheen gaan. Want wij hebben hier de ingang natuurlijk. En hij moet wel een beetje naar de ingang toe lopen.
Zo. Dan maken we hem even netjes breed gelijk. Hoppakee. Zo, netjes. Hier het hoekje weer om. En dan is hij, als het goed is, gelijk helemaal prima. Zo. Dan heb ik volgens mij ook deze blokken hier bij me, ja. Alleen niet alles. Niet alles wat ik nodig heb. Nou, we kunnen in ieder geval even de slabsheet plaatsen. Zo, dat is netjes. Dan plaatsen we er ook gelijk wat licht, zodat het pad mooi belicht is wanneer het een keertje avond hier is. En het is vaak genoeg avond in Piratenland, jongens. Dat weten jullie allemaal. Hoppakee. Een beetje blaadjes in het hoekje hier plaatsen. Hier ook een beetje blaadjes plaatsen, zo. Moet ik heel even langs mijn schip om wat boommeel en zo te halen. Ik heb namelijk niet alles bij me voor hier beneden. En koorsturt, om het pad ook een beetje mooier te maken. Hier hebben we wat boommeel. Dan nog wat barrels, kisten, potten. Kampvuurtje erbij. Gewoon heel veel random decoratieblokken meenemen. Zo, oké, ik denk dat dit wel even genoeg is. Oké, dan gaan we heel even kijken, hoor. Laten we eerst, voordat we boommeel plaatsen, even de random decoratieblokken gebruiken. Kijk, misschien is het leuk om hier ergens het kampvuurtje te plaatsen. Kijk, hier denk ik, zo. Hoppakee, dan kunnen we de stoeltjes omheen plaatsen, zoals dit. Stoeltjes hebben natuurlijk een kleine rugleuning. Anders werken ze niet. Een beetje het ding is eromheen, zo. Ik ben alleen koorsturt vergeten. Oh, dan moet ik even goed terug die kant op. Een potje hier. Een barrel met een kist. En dan nog een barrel er tegenaan. Met daar op een trapdoor. Er ligt hier een boot. Ligt er zo mooi bij met die kistje erin. Allemaal decoratie. Allemaal mooie decoratie, jongens. Hier doen we hetzelfde gewoon. Een barrel en een kist plaatsen zo. Hoppakee. En dan hier doen we de laatste. Doen we ook zo. Zo. En dan zo. Hoppakee. Die er mooi tegenaan plaatsen. Dan heb ik ook nog weed zoals dit. En een pompoen. Dat staat ook wel leuk. Zo. Hier ook nog deze. Deze. En dan kunnen we die erop plaatsen. Zo. Die er tegenaan misschien. Nou, ik weet niet of dit leuk staat. Heb ik dat vaker gebruikt? Die azalea dingen? Ja, ik... Weet je, niet zo in het open. Misschien een beetje verstopt erachter of zo. Kunnen het een beetje verstoppen. Hier nog een mooie hanging sign er tegenaan. Dan heb ik nog een kampvuurtje. Die doe ik denk ik hier. Met dan die en die zo. Hoppakee. Ook weer een prachtig kampvuurtje om te chillen. Beetje voetstappen eromheen bouwen. Wat leaves er weer bij. Hier en daar verspreiden. Ook leaves die hier naar beneden hangen. Dat is ook goede details weer. Ik wil even vanaf onder kijken. Want het moet wel echt hangen. Inderdaad. Dan hier ook zo. Hoppakee. Dan moeten we heel even naar mijn schip lopen. Om koorsteur te halen. Normaal gras. En... Dat was het. Oh ja, en mos. Mosblokken. Ik wist dat ik iets vergeten was. Mosblokken hebben we genoeg. Gras hebben we ook genoeg. En coarse dirt heb ik ook genoeg. Let's go! Oké, dan gaan we eerst even wat gras vervangen voor mos hier. Gewoon om een beetje extra contrast toe te voegen aan de vloer. Dat is zo mooi altijd, hè, jongens. Om gewoon een beetje mos ertussen te doen. Mos is zo een goede toevoeging aan je bouwwerk en zo. Hier, kijk. Gewoon hier een beetje mos. Waarom niet? Hier nog wat mos erbij. Hier een beetje weer. Hoppakee. Hier een klein kloddertje. En tot slot hier een behoorlijk grote klodder. Zo. Die niet, die moet ook zo. Dan gaan wij wat gras hier en daar plaatsen. En in plaats van boommeel, jongens, vind ik het toch altijd fijner om mijn gras gewoon een soort van gecoördineerd te plaatsen. Dat ik weet waar ik het plaats. Er komt er namelijk ook niet echt groot gras tussen. Kijk, hier gaan we het gewoon lekker dichtbouwen met blaadjes. Zo, kijk, dan is het ook gewoon dicht vanaf hier nu. Dan ook trouwens nog een beetje wals, zodat het pad voor je gevoel een soort van gestuurd wordt. Dat je weet waar je heen moet. Zo, wat gras plaatsen. Wat een gezelligheid nu hier al bij het fort, jongens, beneden. De hele natuur neemt over. Hoppakee, dan hebben we genoeg gras geplaatst. Dan alleen nog eventjes het koorsturt gebruiken. En dat is gewoon heel simpel. Hier en daar eventjes koorsturt plaatsen. Zodat het pad wat meer details heeft gewoon. Dat het niet zo'n eentonig pad is natuurlijk. En ik doe in plaats van, jongens, misschien wel een leuke tip. Althans, dat vind ik heel mooi. In plaats van dat ik tegenwoordig gewoon het heel random doe, maak ik een beetje vlekjes. Dus in plaats van dat ik zeg maar hier eentje doe, hier eentje, hier eentje. Nee, maak ik er een soort van vlek van. Alsof het zeg maar een soort van doodstukje gras is. Snap jullie wat ik bedoel? Ik vind dat leuker dan gewoon helemaal los random verspreid hierna. Kijk, hier kan het wel wat meer omdat het gewoon een kampvuurplekje is. Bijvoorbeeld hier dan weer een vlek bouwen. Zo, hoppakee. En hier dan weer een vlek bouwen. Kijk, dat ziet er leuker uit dan dat je het een beetje random hier en daar alleen maar doet. Ja, dat vind ik leuk. Ik vind het leuk zoals dit. Nou, dan is de omgeving hier beneden in ieder geval helemaal klaar. Dan is letterlijk het volgende wat we kunnen doen als we hiermee verder gaan, is gewoon het fort zelf bouwen. Ja, dan hoeven we letterlijk alleen nog maar het fort zelf te bouwen. Ik bedoel, daar beneden ziet het er allemaal gelijk... Oh, dit... ik kan niet wachten tot het allemaal af is, jongens. Ik kan niet wachten tot dit gebied hier gewoon net zoals dit uitziet.
Kijk wat een verschil. Begin van de aflevering was dit nog helemaal leeg. Goed, dan is het nu tijd om een piraat die zeeziek is te vertellen dat hij hierin gaat wonen. En kijk of hij nog ideeën hiervoor heeft. Goed, als het goed is, moet de piraat die ik nu opgehalen hier ergens zijn. Ik had hem de opdracht gegeven om dit dek van het schip even schoon te gaan schrobben. Laatst heeft hij dat dek helemaal schoon geschrobd. Het zag er best goed uit, dus ik dacht, weet je, ga maar ook beginnen aan het nieuwe schip waar we mee bezig zijn. En het is tijd om hem blij te maken met zijn fortje slash kasteeltje. Weet ik voor wat allemaal. Maar als het goed is, moet hij hier ergens op het dek te vinden zijn. Hallo? Rick? Hallo? Oh god, ik zie hem daar ergens. Rick? Oh, niet weer, hè. Niet weer. Wakker worden! Hallo? Hey. Wat denk jij weer te pitten hier? Ik heb pauze. Pauze? Van ja. Wat? Het dek is nog vies, man. Want anders moet ik zeggen, het ziet er wel schoon uit. Ja, ik heb echt... schoon. Ja, dat... ja het ziet er redelijk schoon uit, moet ja, ik zeggen. Ja, ik trek dit niet meer. Ik word helemaal gek. Ik... Hoezo? Van wat? Ja, joh, kom eens even mee. Oké, ik kom mee. Kom eens even mee. Ja, zie ik kom mee. Zie je dit balkon hier? Ja. Ik heb hier echt de hele middag overheen zitten hangen. Omdat ik moet passen door die zeeziekte. Ik word helemaal gek. Nee, oké, jij bent zeeziek. Ik weet het. Ik heb gehoord dat jij zeeziek was. Dat heeft Piraat Justin heeft mij dat ook al verteld. Ja. Dus weet je... Ik kom jou redden, je hoeft niet meer op boten te gaan slapen. We gaan jou verplaatsen naar het land, maar elk huis is al bezet helaas. Dus ik ben bezig met iets wat ik echt bij jou vind passen. Want we hebben ook een hotel, maar ik weet dat jij dat niet kan betalen en zo. Want je natuurlijk, je kan niet eens een normaal houten been betalen. Ik heb letterlijk alleen deze nootjes die ik vind. Justin, wat voor nootjes waren het ook weer? Goed, ja. Huis. Ja, wat voor nootjes waren het ook weer? Dit waren cashew nootjes. Ja, nee. Dat weet je gewoon niet meer. Kom met de volgende keer. Wat waren het voor nootjes? We gaan even zwemmen, kom maar. Wat waren het voor nootjes? Nee, kom maar even mee. Wat waren het voor nootjes? Nee, maar zwemmen? Nee, ik ga niet zwemmen. Je wil je terug naar het land anders. Ja, met de boot. Je haalt maar even een bootje naartoe. Ik ga dat niet doen. Ik ga wel een bootje halen, prima. Dankjewel. Kom op, schildpad eruit. Dat schildpad die gaat telkens die stomme... Oh, daar ligt ook nog een bootje. Waar ben je? Hier. Oh, ja, oké. Denk je dat je erin kan springen? Ja, dat red ik wel. Dat red je wel, kom maar. Oké. Okay. Springen. Nee. Blijf staan. Wacht, komt ie. Is ze achteruit? Spring maar. Hoppakee. Ja. Dat deed je serieus best wel goed. Ja. Dat was serieus best wel een goed sprongetje dat je in de boot sprong. Oké, nou dan gaan we hier gaan we even aanmeren aan het strand. Ja, zo. Oké. Ik ben bezig met een projectje voor jou. Want wat past nou echt bij Rick? Wat past nou echt bij Rick Vos? Een villa. Niet de villa. Oh. Weet je, dat zie ik niet zo voor me bij jou. Ik bedoel, dat wordt vast niet afgebouwd. Dus wat ik voor jou aan het bouwen ben... ik heb een goed bouwteam die ik kan lenen. Wat ik voor jou heb hier is een mega mooi, prachtig begin van een fort. Kijk. Wow. Ja. Dit vind ik vet. Ik ben bezig met het bouwen van een fort. En ik dacht, weet je, jij bent zeeziek. Je bent een beetje een soort van landpiraat natuurlijk. Met je stomme, wat is het, kurk op je voeten. Kurk? Dit is mijn houten been. Nee, het is een kurk. Je hebt een kurkbeen. Nee. Maar kijk, wat het gaat zijn, we hebben die toren hier. Ja. Hier komt zeg maar de binnenplaats, hartstikke leuk. En dan hier komt de leefruimte van het fort. Ja. En dan kan je ook gewoon de toren in daar en zo. Dus voor nu kan jij wat mij betreft al jouw spulletjes gewoon verhuizen naar deze toren. Dat je gewoon lekker hier komt wonen in deze toren, kijk. Ja, vind ik een goed idee. Ja, toch? Kijk, hier heb je de ingang. Kijk, dan kan je zelfs nog wat op een bordje plaatsen voor jezelf. Die heb ik opgehangen. De toren van Fors. Ah, oké, wacht, dan noemen we hem. De kurktoren van Fors. Waarom nou weer de kurk? Want je kurk op, je bent een kurkpiraat. Nee. Kijk, de binnenkant is ook nog niet af, maar weet je... Ik heb jou hier dus nu alvast opgehaald. Niet alleen om je blij te maken met de dode mus, maar ook om jouw input voor dit prachtige fortje te ontvangen. Wat wil jij allemaal? Wat verwacht jou in jouw fort? Wat wil je zien? Ik verwacht in mijn fort... Kijk, want hier is de toren, maar we hebben hier nog even een ruimte. Hierboven komt zeg maar het fort zelf. Dus ja, heb je op twee niveaus heb je gewoon een fort. Ja, dit hoe cool is dat? Dit is vet. Dit is heel vet. Oké, wat mij vet lijkt is een uitzichtpunt dat ik op jullie kan neerkijken. Ja, dat is de toren. Dat kan al bij de toren. Ja, maar ook gewoon even met een raampje en zo. Dat lijkt me wel Oké. Dat is goed. Ik hou heel erg van lezen van boeken. Dus ik wil een soort mini-bibliotheekje als dat kan. Ja, je woont wel tegenover de bibliotheek daar. Dus dat is... Nee, maar dat vind ik geen leuke boeken. Ik wil wel piratenboeken. Je kan toch gewoon andere boeken in die bibliotheek stoppen? Nee, zo werkt dat niet. Maar weet je hoe je best verlopen? Je krijgt een bibliotheek hierin, dat is prima. Ik wil graag hier een zwembad. Een zwembad? Nee, niet op de op. Ik creëer wel een zwembad ergens voor je, oké? Oké, ja. Een zwembad, prima. Mag het een natuurzwembad zijn? Nee, want ik ben bang voor natuurwater. een natuurzwembad met chloorwater? Ja, dat, kijk, chloorwater kan ik prima in zwemmen, dat is het punt niet. Oké. Okay.
Bang voor natuurwater. Een poeltafel, dat ja, zwembadpoel in het Engels natuurlijk. Dus ik wil ook een poeltafel. Dat kan ik regelen. Ik wil een begraafplaats. Een begraafplaats? Ja, voor als ik andere piraten tegenkom die zeg maar dood moeten. Bam, weet je. Oké, prima. Een begraafplaats. Dan moet ik even kijken waar ik dat ga doen. Maar er komt vast wel een plekje voor vrij. Ja, ik wil een kluis voor mijn schatten. Een kluis voor je schatten. En dan mag je nog één ding kiezen. Een cel. Een cel. Dus je wilt een cel, een kluis voor je schatten. Je wil een begraafplaats, een poeltafel, een zwembad en een uitzichtpuntje hebben. En een mini-bibliotheek. En een mini-bibliotheek wil je hebben. Mini-bibliotheek. Dat wil je hebben allemaal hier. Dat wil ik hebben, ja. Oh mijn god, oké, prima. Dat kan ik regelen. Onthoud je dat of moet ik dat even opschrijven voor je? Ja, nee, dat onthoud ik ook. Je mag het ook opschrijven, even of je een boekje bij hebt. Nou, toevallig niet. Dus je onthoudt het maar. Ik onthoud het wel. Nee, oké, dan weet dat. In de tussentijd moet je dus wel nog even volhouden op het schip. Je slaapt samen met piraat Justin en andere piraten. Slaap je op gewoon de smalle knallen daar, toch? Op die boot. Ja, ja, ja. Heet die de smalle knabbel? De smalle knaller. Niet smalle knabbel. Oh, knaller. Smalle knaller, ja. Niet de smalle knabbel. Ik verstond wel knabbel, ik denk al. Nou, hey, piraat Kirk, ga jij maar snel terug het dek schrobben, want volgens mij was het nog niet klaar. Jawel, dat dek is helemaal klaar. Ja, doe dan maar dat kleine schip daar. En de kleine schepen schommelen nog erger. Waarom moet ik alle schepen doen? Kom even met een echte piratentaak. Heb je niet een schat die gezocht moet worden of zo? Nee, we moeten eerst schone schepen hebben. Oh, oké. Okay. Kom schrobben met je kraam op je hoofd en je kurkbeen. Oké. Ik wacht er morgen af, ja, het wordt. Morgen? Ja, ik kan niet nog een nacht slapen op het gaat niet. Oké, dan heb ik dan... Kom maar goed, ik ga zo snel mogelijk aan het werk voor je. Oké, dankjewel. Geen probleem, doei. Doei, welk schip wil je trouwens nou hebben? Het kleine schip daar. De vliegende knalnoot is dat. Oké. De vliegende knabbel, komt goed. Nee, niet de vliegende knabbel. Hoi, doei. Nou, wat een verzoeken van Piraat Kirk. Hij wil van alles en nog wat in zijn fort hebben. Ik denk, ik vraag gewoon even aardig aan, wat wil je in je fort hebben? Weet je, een opslagruimte, misschien een slaapkamer. En dan, weet ik wat, gewoon simpele dingen. Nee, de man wil een begraafplaats, die wil een mini-bibliotheek, die wil een poeltafel, die wil een zwembad. Die wil nog net niet een indoor bowlingbaan in zijn fort hebben. Hier, kijk, die ruimte heb ik niet. Dus dan moet ik heel creatief gaan zijn met verdiepingen en misschien klein dingen bouwen en misschien ook uitbouwen gaan doen. Ik denk dat hier wel ruimte is voor een kleine begraafplaats. Moet ik ook eventjes nogmaals de natuur aanpassen. Maar ik denk dat het wel goed moet komen. Dus laat vooral even in de reacties goede reacties achter, ideeën over hoe ik dit allemaal moet gaan bouwen. Al die dingen die hij nu heeft opgenoemd. Misschien denk ik nu, oh Max, je moet die begraafplaats echt hier bouwen. Of oh, de mini-bibliotheek is leuk in een kelder of zo. Of in de toren. En verzin het, bla bla bla. Jullie hebben vast wel allemaal goede ideeën. Ik ben in ieder geval heel blij met het resultaat van wat we vandaag al gebouwd hebben. Hij ziet er leuk uit. Ook van deze kant ziet het er leuk uit. Hier ga je zelfs het gebouw wat meer zien ook. Ja, ik ben heel benieuwd, jongens. Een hele productieve aflevering maar weer. Dus voor nu, jongens, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Vond je het nou zo'n leuke video dat je echt denkt, wow? Ik hou van Content Veen. Ik wil dit nog meer zien. Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk een video met Piraat Kirk, oftewel Rick, en Piraat Justin, oftewel Open Gerard. Hierin hebben we hele leuke dingen gedaan. Een soort piratenexamen. En dan nu spreek ik later. Glaasje water, veel vlees en bier. Tot de volgende keer.